Dierenactivisten stelen biggen uit varkensstal. Melkveehouders voeren wintervoorraad op. En 40 bijzondere groenten op Oud-Maasland. Dierenactivisten hebben biggen uit een varkensstal gestolen. Dat is te zien op een YouTube-filmpje van Animal Liberation Front. De POV wil dat de daders hard wordt aangepakt en noemt het buitengewoon onverantwoord om dergelijke jonge dieren bij de moeder weg te nemen. In de video is te zien dat jonge biggen in konijnenhokken worden gezet. Volgens de POV is het aan het gedrag van de biggen te zien dat ze op zoek zijn naar hun moeder en dat ze het door de jonge leeftijd en zonder moederzorg en moedermelk waarschijnlijk niet gaan redden. De POV heeft vorige week contact opgenomen met de politie. Varkenshouders worden verzocht bij de POV te melden als ze de stal herkennen. De langdurige droogte in het oosten van het land brengt boeren steeds dieper in de problemen. Omdat in de wei niks meer te halen is voor de koeien, wordt de wintervoorraad al aangebroken. Ja, ik zit nu 3-4 weken volledig op een winterrantsoen. Ja, de koeien lopen nog een beetje buiten, maar er staat niks meer. Ik denk qua kuilvoervoorraad, dat komt nog wel tot aan het voorjaar, dat ze volgend jaar dat sowieso wel. Maar dan is het denk ik wel op. De koeien kunnen nog wel naar buiten, maar liggen nu liever binnen. Tegen de avond lopen ze naar buiten, een uur of acht. En dan wandelen ze even buiten, gaan ze buiten liggen. En ze lopen zo weer naar binnen toe. Dan gaan ze binnen, ja. Buiten, hier in de wei is toch niks meer te halen. Alleen een beetje hooi, een beetje niks, ja. Kunnen ze geen melk meer van geven. Daarom voert Keuper nu binnen zijn wintervoorraad. Het rantsoen bestaat uit in ieder geval het kuilgras van dit jaar, van 2019. Dat is eerste en tweede snede. En met snijmeis van 2017 en 2018, de afgelopen jaren is inmiddels op. Dus ik kan een beetje buffen van jaren voor. Daar hebben we uiteraard geluk mee. Dus het meis van 2017, het gras van 2019 en aangevuld met een milk power, dus een energierijk mengsel. En een stukje maismeel en een beetje mineralen. Keuper hoopt dit najaar nog één of twee sneden gras van het land te halen. Wat anders is hij dit voorjaar al door zijn voorraad heen. Ja, afgelopen vrijdag hebben we zo'n beetje 25 mm gehad aan regen. Ik hoop dat het ligt aan wat de komende weken ga doen. De voorspellingen zijn wel gunstig. Het is een beetje watervallen en het is nu bewolkt, dat scheelt ook. Het is niet echt die brandende zon was bij Forsja een hele lange periode hadden. Dat is wel schadelijk voor het gras. Nu zie je er gewoon groene puntjes in. Ik hoop dat gewoon het volgende week regen komt, maar dat toch binnen een paar weken dat toch een beetje in de groene wordt. Bijzondere groenten, gewoon in de open lucht en daar mensen van laten genieten. Dat is volgens boer Henk in het kort de definitie van zijn bijzonder Brabants. Henk Kerkers knapte 5 jaar geleden een oude boerderij op en maakte het bijbehorende maïsland geschikt voor een unieke moestuin. Nu verbouw ik hier in mijn tuin ruim 100 verschillende soorten bijzondere groenten en kruiden. Gewoon in de open lucht en daar op een zo natuurlijk mogelijke manier. En dat is gewoon genieten iedere dag. De groenten en kruiden van boer Henk gaan naar de betere restaurants in de naaste omgeving. Ik ben gewoon begonnen met het eerst zorgen dat ik een heerlijk product had en gewoon laten proeven. En op dat moment herkennen ze smaak en het bijzondere en zo kom ik aan mijn klanten. Hier de kleine tomaatjes, eigenlijk een product wat iedereen wel kent, maar niks zo bijzonder als je de smaak zo recht van het land kan proeven en eten. Je ziet het zonnetje schijnt mooi. Een klein beetje hitte waar die afgeven, dat is echt perfect qua smaak. En om zoiets als smaak op bord te krijgen is bijna niet mogelijk, want zo rechtstreek van het land naar een bord, dan moet je maar eens proberen ergens als restaurant te doen. Ja, dan heb je wel echt leveranciers die gek zijn om te komen leveren. Boer Henk brengt normaal gesproken zijn producten naar het restaurant van Jan van Hout. Maar deze week komt de chef-kok 5 avonden op locatie in Deurne koken. Brabantse groenten gebruiken in mijn keuken, daar hou ik wel van. Ik hou van die herkenbaarheid. Ook wel een beetje het Bourgondische. En dan is er niks mooier als een boer met dezelfde ideeën ook nog in de buurt van het restaurant op een kwartiertje afstand. Ja, en daar de samenwerking mee aan te gaan om al die mooie groenten in het seizoen te kunnen gebruiken. Ik ben pas tevreden als mijn gasten daar echt van genieten. En die samenwerking met chef-koks is ook gewoon heel belangrijk, want uiteindelijk is het hier van de grond tot lekker in de mond bij de gast. Het weer wordt u aangeboden door agrowereadvies.nl.